ik had het net. Mirjam van aan de telefoon. Ook altijd gezellig. Maar nou gaan we de pakketjes even openen. Maar het is van Maria Lely. Ja, echt super mooi. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag geweest namens Corina en de Beestenboel, want daar zijn jullie weer aanbeland. Ja, het is al bijna, het loopt tegen 1:15. Ja, mijn horloge is 49 en de computer is 1347. Ik ga zo weer even met de meisjes wandelen. Het is hier grijs, grauw en grijs en triest, hopeloos. Het is wel warm, want bij de poort is het 24 graden. Maar ja, ik heb er heel veel mee moeten maken. En daardoor heb ik dus weer lekker knallende hoofdpijn en zo maar niet over. Ja, het gaat op en neer eigenlijk nu momenteel, maar oké. Maar in ieder geval, ja, ik was daardoor niet vooruit te branden. En er was ook niemand die mij nodig had vandaag. Dus ik denk, kijk het maar, ik mag lekker even leggen. De meisjes zijn wel een paar keer in de tuin geweest, dus ja. Ik kan de pret niet boeien. Hé, hey, mag dat? Ik ga niet in iemands oor bijten, Elwin. Doet de ouwie? Hé, hey, in een oortje bijten. Mateo, je bent ook een vuilak. Zo dan. Potverdikkie. En nou is ze gisteren gestofzogen en gedweld, et cetera, maar er is niks meer van te zien. Het is zand, het is haar. Nou ja, dat geeft mijn dieren. Dus ze bekijken het vandaag maar. Ik zal wel aan het einde van de dag even de rubberen bezem er doorheen halen. Ik ga straks hier met de meisjes uit. En ik heb een pakketje gekregen. Gaan we straks. Hela! We gaan straks het pakketje samen even uitpakken. Rijka ook niet dan. Gaan we samen even uitpakken voor de zoveelste keer. Leg nou op tafel en dat halen we er straks bij. Gaan we het samen uitpakken en zien wat het is. Want ik weet niet van mijn oorbel, maar het is een groot zakje. En daar zit volgens mij weer meerdere zakjes in. Dus ja. Ik weet niet van mijn oorbellen. Ja. En dat moet volgens de bekende winkel 18 karat goud wezen. Nou, net zoals die ketting die ik voor Corrie heb gekocht, is ook geen goud. Nee. Wat het wel is, weet ik ook niet. Maar dat laat ik wel even controleren door onze liefstallige goudsmid. Ja. Maar dan moet hij even terugzeggen, vakantie. Ook dat nog. Hij is nou even lekker de hort op met zijn vrouwtje en zijn hond. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zeg geniet van je dag, want het is vandaag dus ook, ja, vrijdag de 23e. Dat vergeet ik weer. En het is net nu 52. Dus ja, helemaal geweldig. Ik ga er dus vandoor en ik zie jullie later weer. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik had al lang al terug willen wezen om jullie met jullie samen dat pakketje te openen, maar... Er is weer van alles en nog wat gebeurd waar je geen pap van lust. Nee. En waarom mij zoveel pijn wordt aangedaan, weet ik niet. Ik krijg geen antwoorden op mijn vragen. Helaas, heel erg jammer. Ik heb visite gekregen. En ja, die is ook van alles op de hoogte. Niet door mijn toedoen, maar door een ander. Diegene de toedoen, zijn haar toedoen, weet ik veel hoe je dat weer moet zeggen, formuleren. In ieder geval door die ander, die heeft diegene alles verteld. Nou ja, dus die is van alles op de hoogte en die heeft met mij gesproken en vindt het allemaal heel, heel erg, diegene. Dat, ik weet het ook allemaal niet hoor, maar het zal goed zijn, ik weet het allemaal even niet. Maar in ieder geval,
Ook heeft degene die mij zoveel pijn en verdriet aandoet ook weer geblokt met nog iemand waar ik heel goed mee overweg kan gaan. Waarom die mij geblokt heeft, weet ik ook niet. Maar het zal. Ja. En ik had er net Miriam van aan de telefoon. Ook altijd gezellig. Maar nou gaan we de pakketjes even openen. Ja. Dan moet ik even zien hoe dat moet. Oh, ik knip het gewoon hier open. De boel zakt onder beneden. Zo. En ik knip, 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 knip. Hup. Hup. Kaartje aan de kant. Dat aan de kant. Nou, we zullen zien. 1, 2, 3. Nou, laten we die eventjes ook weg. Nou, hou. C, 2, 1, 38. Het zal. Nou, we gaan eerst het kleinste openen, want die kleinste niet eer, is het grootste niet weerd. Dus, ja, dat is klein en fijn. We maken hem open. Gewoon dat lijm er even los zien te trekken. Moet het. Jeetje, dat zit echt strak hoor. Echt strak. Nou, dat wil dus niet. Dus knip, knip, knip. Dat valt even op de grond. Nou, laat maar leggen. Moet zo meteen wel. Want ik weet dat ik oorbellen heb besteld. Enkel, ja, dat zetten ze er leuk bij. 18 karaat. Nou, dat geloof ik dus niet, hè. Ik kan het niet uit. Ja, dat zijn die oorbellen. Ja, oorbellen, oorknopjes, moet ik zeggen. Gouden oorknopjes moet het wezen. Maar ik ben slim. Dat laat ik wel even controleren. Ja, nou. Wil dat zakje niet open? En ik wil dat die wel open gaat. Ja, nou is die open. Hup, hup, hup. Kom, 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 kom. Waarom doen ze die slootjes er niet op? En als het echt goud is, zeg ik op mijn beurt, doe dan in een doosje. Moet het wel willen? Hij wil niet op dat slootje. Andere even proberen. Kom jij eens even bij me. Nou, dat slootje wil er niet op. Dus ik moet er sowieso een mee weg. Dan krijgen we niet op. Maar oh jee, dat kan je ook niet zien. Hoe laten we dat zien? Ja, zo. Een mooi strassteentje. Kleur goud. Maar of het echt is, I don't know. Dus ja, daar gaan we even mee weg. Om te vragen, om te controleren en die slootjes er fatsoenlijk omheen te krijgen. Want dat krijg ik dus niet gedaan. Maar ze zijn wel mooi, echt wel. Maar waarom die slootjes? Ja, kanonnen. Echt. Nou, dat mag die nakijken, die man. Waar ik het naartoe breng. Mijn maatje. Ja. Dat is mijn maatje. Ja. Zo, nou dan leg ik dat eventjes daar niet, want ik leg daar nog wat waar ik mee moet en dat gelijk opruimen, voilà. Nou, nummer 2, oh nee, dat is nummer 1 nog steeds, dan nummer 2. Ja, nou dan knippen we ook weer de bovenkant maar even los. Hup, 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 waar truc. Huppata. Even ook weer open. Schaar andere kant. Oh ja, ook oorbellen. Ja, nog een keer oorbellen. Ja, echt waar.
eventjes ook weer open zien te krijgen. Hi schat. Hi liefie. Je kriebelt. Ja, je kriebelt. Ja, is niet voor jou. Je bent wel een meisje, maar niet voor jou, nee. Weet je maar, ja, die zijn ook mooi hoor. Mooi hè? Ja, die zijn ook mooi. Ze hebben dan nog een mooi spul bij die goedkope winkel. Echt wel, en voor weinig geld. Ja, nou, het laatste. Ik ga het niet moeilijk doen, gewoon de schaar. Moet je er wel tussen willen? Nou, je kriebelt. Moet je niet doen. Met je baardje. Zo. Is dit dan? Allemaal plastic zakjes. Wat moet ik daarmee? Nee, poepzakjes. Zou het anders ook niet weten. Ik heb geen zakjes besteld. Krijg je dat er gratis bij of zo? Allemaal zakjes. Nou, het zal. Waar het voor is, ik weet het echt niet. Ik kan het me niet herinneren. Nee, het zijn allemaal vakjes. Nou, maar ik heb weer moeten, ik weet het even niet. Voor nagels, maar dan moet ik eventjes mee naar mijn nagelstylisten. Ja, ik ga er bijna nooit heen, maar ik heb wel een enkele goeie. Ja, nou, dan vragen we het wel aan haar. Doe ik dat even weer in een zakje terug. Vraag ik aan haar van wat is dit? Het heeft met nagels te maken. Zo is dat. Oh, wacht eens even. Wat zit er? Wacht eens even. Ah, nee. Ijsklontjes. Ah, het is voor ijsklontjes. Aha. Heb ik ook niet besteld. Ben niet bij koelkastproducten geweest. Nou ja, maakt niet uit. Dan weet ik dat. Ja. Dan, gaat het in dat zakje. En dan ruimen we dat uit en op. En dan ijsklontjes maken. Ja, dat is ook lekker voor de hondjes met het warme weer. Ik denk dat is voor nagels. Oeh, dat kan ook al niet eens. Ik denk het is een zakje, maar het gaat van de onderkant er weer uit. Nou, het gaat goed hier, meneer Heus. Ha! Maar ja, maakt niet uit. We weten het. We weten het nu. Dus gaat dit gewoon weer weg. En dan stop ik het alsnog wel weer hierin terug. En ik weet nou wat het is. Ja, schrijf het er even op. IJsklontjes zakjes. Zakjes voor ijsklontjes. Ken beter. Zo. Voilà. En dan zullen we dat er zo opschrijven. Maar ik vind deze ook wel weer geweldig mooi. Ja, en ook die oorknopjes, maar ja, daar moet ik toch echt even mee naar de goudsmid. Ja, naar de goudsmid. En ze zijn mooi. Toch of niet? Ja, hé, vind ik van wel. Nou ja, hoeveel oorbellen heb ik nou wel niet? Een heleboel. Een hele verzameling. Nou, dan kan ik toch genoeg wisselen. Dit zijn die blaadjes, die herfstblaadjes, laat me zeggen. Ja, is ook leuk. Ja. Nou, lieve vrienden, het is trouwens ook alweer bijna 16:45. Ik heb ook verder de hele dag nog niet verder tijd gehad, omdat ik visite kreeg. Ik en Mary aan de telefoon. Ja, nou ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. En dus, maar het komt allemaal goed. Ja. En onze Rijka, nou ja, die ligt daar op de grond. En Elwing, die ligt lekker op de bank. Hé? Mijn meisjes, hè? Jij. En weer een zoetje haar bij jou.
Vrouwtje had net ook al een heleboel opgeraapt. Hé? Ja. Wat voor dikkie. En er zijn ontzettend veel matvlinders hier. Ik weet niet of het bij jullie ook zo is. Maar ik denk dat al die rupsen uit zijn gekomen die, waar ik last van had. En dat het allemaal motvlinders zijn geworden. Maar daar zit ik niet op te wachten. Nee, dat zijn rotvlindertjes. Maar, moet niks van hebben. Maar ja, oké. Zal ik zal zeggen van geniet verder van jullie dag. Ga ik ook verder doen. En ja, gewoon door blijven gaan met je leven, hè. Ja. Ieder zijn eigen leven, ieder zijn eigen ding. Maar ga geen leugens vertellen over een ander. En ook geen onzin. Blijf bij de werkelijkheid. En ga niet naar het verleden terug. Want wat heb je aan het verleden? Je had alleen nog diepe wonden. Haal je weer open. Wat een ander pijn doet. Nou, dat wil je niet hebben. Nee. En dan zegt diegene ook nog van... vooruit blijven kijken en niet achterom. Ja, doe dat dan zelf ook. En als je al erover wilt praten, prima. Maar ga dan de hele waarheid vertellen. Ook over wat je zelf hebt gedaan. En dat wordt niet gedaan. Nee, want dan is het vrolijkheid en blijheid. Want ze doen zelf niks. Nee. Diegene die dat doet, die doen zelf niks. Die zijn poeslief en aardig en ze hebben zelf niks gedaan. Nee, jij hebt het gedaan. Ja, en jij hebt het gedaan. En jij hebt het gedaan. En ik? Ik heb niks gedaan. Nee, hoe komen jullie erbij? Ja. Ach ja, zo is het leven. Jij krijgt de schuld. Jij bent het zwarte schaap. Hè? Maar ach, maakt niet uit hoor. Nee, helemaal niet erg. Maar voor degene die pijn wordt gedaan, is wel erg. Ja. Maar oké, ik ga zometeen heel eventjes vegen. En vegen met een rubberen bezem. Want het ziet er hier niet uit. Dan is er gisteren hier op gestofzogen en gedweild. Maar dat valt niet meer te zien. Nee. Want ja, het zand dat stuift natuurlijk waar het niet gaan kan. En het is droog. Er moet ook hier eens een keer weer regen vallen. Dan, en zodanig dat die grond goed nat is. Ja, want het is nou eenmaal als zand, zand, zand. En daar word je niet vrolijk van. Dat stuift je huis binnen en alles. Gisteren ook, ik heb mijn leuningen gestoft. Nou, die zijn nou weer wit. Ja, ken je dat? Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Ik sta hier bij Dijkzicht. En daar is ook een heel mooi gedicht. Als jullie die willen lezen, dat kan. Ja, dan is het gewoon even op pauze zetten en dat gedicht lezen. Het is dus niet van mij. Kon ik het maar op die manier. Maar het is van Maria Lely. Ja, echt supermooi. Dus ja, lieve vrienden, lees het en bewonder het.